Melissa Morpurgo is vandaag beëdigd tot notaris tijdens een openbare zitting van het Hof van Justitie. De jurist zegt gebrand te zijn om zich in te zetten binnen haar vakgebied en rechtsgeleerde kringen. Morpurgo vertelt wat van haar verwacht mag worden als nieuwkomer die een verschil wil maken. Dat ik dicht bij mezelf blijf en dat betekent eerlijk, oprecht en duidelijkheid, begrip naar elkaar toe en bovenal respect. De coronapandemie, dat heeft voor iedereen heel veel teweeg gebracht. Je moet, het vraagt flexibiliteit, breder durven denken, kijken hoe je aan oplossingen kan komen, dichter bij de mens, de mensen komen, elkaar begrijpen, want het is voor iedereen moeilijk. Dus het is zeker niet makkelijk, maar juist in tijden waarbij het niet makkelijk gaat, wordt denk ik de mens op de proef gesteld om te kijken wat je ervan maakt en door blijven gaan. Haar afstudeerthesis was een onderzoek naar de mogelijke afschaffing van de wetgeving ten aanzien van de legitieme portie. De legitieme portie is het erfdeel waar kinderen en kleinkinderen recht op hebben. Als de wet er komt, zullen kinderen niet automatisch zaken van hun ouders of verzorgers erven. Hofpresident Iwan Rasoelbaks riep Morpurgo op om zich integer op te stellen en zich maximaal in te zetten. Gaat u voort, notaris, met kennis en ervaring opdoen in het belang van degenen die van uw diensten als notaris gebruik zullen maken. En wees u daarbij alles behalve zuinig in. Immers, het recht is dynamisch. Het is niet statisch, het blijft niet stilstaan. Er zijn ontwikkelingen die bijgehouden moeten worden. Die moeten altijd bijgehouden worden, anders als het statisch blijft, ga je teruggaan in de nieuwe moeten bijgehouden worden. Op deze weg wens het Hof u veel succes, wijsheid en werksatisfactie toe. Het Hof steunt daarbij uw voornemen om uw beroep op een goede, integere en verantwoordelijke wijze uit te oefenen. Het woord trouw en vertrouwen zijn ook heel belangrijke woorden in het kader. Vertrouwen in notarissen, vertrouwen in het notariaat, vertrouwen in de rechtspleging, rechtspraak, noem maar op, is van belang voor een stevige, stabiele groei naar hogere hoogten. Rasoelbaks beloofde dat het Hof van Justitie de volle ondersteuning zal geven aan Morpurgo. Hij vindt het een mijlpaal dat Suriname een notaris erbij heeft.